tegenwoordigheid van de leider der Nationaal-Socialistische Beweging, de heer Mussert, is de Deurne de kaderschool geopend voor leden van de weerafdeling en de Nationale Jeugdstorm. Dit huis zijn roepen zal volgen als een nationaal-socialistisch huis waar het kader der WA zal worden opgeleid tot vierde betrouwbare goede nationaal-socialist. En met deze wens open ik dit huis. Na de opening wordt plechtig de NJS-vlag gehesen. De bokstel vindt de installatie plaats van de nieuwe burgemeester, kameraad Thomas. Na de verwelkoming bij het station marcheert men gezamenlijk naar de markt, alwaar de burgemeester door de oudste wethouder wordt geïnstalleerd. Hierna spreekt kameraad Thomas zijn gemeentenaren toe. Te Tilburg wordt het huwelijk voltrokken van kameraad Levenberg, gemachtigde van een leider voor de provincie Noord-Brabant, met kameraadske Eeman. Een kerkelijke inzegening was geweigerd, getuigen de kameraden zoveel mogelijk van hun belangstelling.
De leider heeft een bezoek aan Brabant gebracht. Aan de grens van de provincie wordt hij door zijn gemachtigde voor dit gewest Lievenberg ontvangen. Achtereenvolgens bezoekt hij verschillende dorpen en steden, steeds omringd door een levendige en hartelijke belangstelling van de zijde van de bevolking. Het bedrijfsleven wordt niet vergeten en ook in de fabrieken blijkt telkens weer dat tussen leider en volk reeds een hechte band is ontstaan. Brabant is ontwaakt. Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse landwacht. Door de beëdiging van de eerste bataljons wordt de landwacht opgenomen in de voor de verdediging van Europa opgestelde legers. Na de inspectie neemt de leider het woord. Hij onderstreept nogmaals zijn vertrouwen in de totstandkoming van een verbroedering der volken. Europa moet onaantastbaar worden. Eerst dan zal de vrede komen. De eedsaflegging. Na deze plechtigheid richt Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Zeizinkwart het woord tot de beëdigden. Hij zegt onder andere, gij hebt de eed van trouw afgelegd op Adolf Hitler en daarmee een erkenning uitgesproken voor zijn werk van wereldgeschiedkundige betekenis, dat voor Europa een nieuwe orde en voor de Germaanse volken van Europa een lotsgemeenschap van het bloed, de eer en de toekomst zal betekenen. Met deze eed zijn wij kameraden geworden en van nu af aan verbindt ons een onverbreekbare band, de trouw aan den Führer, en het geloof aan onze gemeenschappelijke overwinning. In aansluiting hierop zegt SS-groepenführer Rauter onder meer, er is voor ons slechts één ding, de overwinning te behalen, gelovige Germaanse soldaten van Adolf Hitler te zijn, en hem te volgen in trouw, gehoorzaamheid en dapperheid.